Goedemiddag, welkom bij deze nieuwe video. Het wordt een beetje een andere video dan normaal, want wij gaan binnenkort op vakantie. Eigenlijk tegen de tijd dat jullie deze video zien, zijn wij alweer terug van vakantie. En de meeste mensen zijn al op vakantie geweest, maar het lijkt me toch leuk om jullie te laten zien hoe wij ons voorbereiden op de vakantie. Dus daar gaat deze video over. Dus ik laat jullie zien wat we allemaal inpakken en wat we meenemen. We gaan kamperen, dat doen we eigenlijk altijd. Een eigen caravan en wij blijven in Nederland, dat doen we eigenlijk ook altijd. Dus wat dat betreft is het dit jaar niet anders dan anders. Dus een hoop spullen om in te pakken, want met kamperen neem je echt een shitload aan stroom mee. Ik ben wel van plan om het dit jaar gewoon echt minimaal te houden. Ook dat zeg ik elk jaar en dat lukt eigenlijk nooit. Dus ja, nou, ik neem jullie mee. Ik sta nu in de gang, een beetje een raar shot zo, een plek die jullie niet heel vaak zien. Maar ik ga nu eerst even beginnen met schoenen, regenpakken, paraplu's, dat soort dingen. Want daar heb ik nu even de ruimte voor, dus daar ga ik nu mee beginnen. Het is hier een enorme bende, dus we gaan het eerst maar even opruimen. Ik ga jullie even laten zien hoe ik dat altijd doe met inpakken. Nou, ik denk dat iedereen zijn eigen manier heeft. En zo heb ik die natuurlijk ook. Ik heb, omdat we dus altijd zoveel meenemen, heb ik dus een inpaklijst. Die heb ik gewoon in Excel gemaakt. En elk jaar, of eigenlijk voor elke vakantie dat we weggaan, werk ik die even bij. Op een gegeven moment stond erop een luiertas of kinderstoeltje. Op een gegeven moment kan dat natuurlijk allemaal weer af. Dus ik heb hem nu eventjes helemaal geüpdate. En dan print ik hem uit. En dan kan ik lekker strepen wat ik allemaal heb gedaan. Anders ben ik op een gegeven moment echt het overzicht kwijt. Dus ik ga nu de eerste dingetjes die ik nu heb ingepakt lekker afstrepen. Dus lijstje, pennetje en strepen maar. Nou, even kijken wat heb ik ingepakt. Ik heb dus zeg maar... Voor iedereen heb ik een lijstje voor mij, voor Jeroen en voor de kinderen. Wat ik dus voor iedereen mee moet nemen. Dan kan ik gewoon niks vergeten. Dus ik heb nu voor mezelf al mijn zonnebril ingepakt. Mijn crocs heb ik ingepakt. En mijn vest. Xana, wil jij je skielers meenemen of niet? Ik weet niet. Skateboard? Ja, skateboard wel. Skateboard, skiers dus niet. Bij twijfel vooral niet meenemen. Nou, ik heb inmiddels mijn haar vast, want ik had het alweer warm. En ik ben naar boven verkast naar mijn slaapkamer. En hier ga ik alvast wat dingetjes inpakken als badhanddoeken, handdoeken, zwemkleding, dingen die we er toch niet meer gebruiken. Dus dat ga ik nu doen. Nou, dit is mijn kast. Hier al... handdoeken die nog uit de was komen, dus die gebruik ik zelf maar weer opruimen. Meestal doen we gewoon vier verschillende kleurtjes meenemen, zodat ieder weet wat zijn eigen handdoeken zijn. Ook weer moet strepen, dus dat vergeet ik dan altijd. Dan maak ik een lijst en dan vergeet ik dat ik ook moet strepen. Even kijken.
Oké, next step is de zwemkleding, zwemspullen. Ik doe dat altijd in een aparte tas, want dan kan ik dat makkelijk pakken. Want ja, helemaal Xarno, die kan natuurlijk gewoon al zelfstandig naar het zwembad. Dus die zegt dan heel vaak, oh, ik wil gelijk zwemmen. En dan weet ik, oké, aparte tas, daar zit altijd alle zwemspullen in. Dus dan kan ik dat er zo uithalen. Dus, en dit is eigenlijk ook de tas die ik dan altijd meeneem naar het zwembad. En nu doe ik daar gewoon standaard alles in. Dus, zwemkleding inpakken. Nu probeer ik ondertussen de tas dicht te krijgen, maar dat gaat niet met één hand. Dus ik ga hem even dicht doen. Nou, ondertussen weer een stuk verder gevorderd en heb ik hier al een heel groot deel van Jeroen's kleren liggen. Dus die ga ik nu even in de tas doen. Vandaag, morgen weer verder. Wel al super veel gedaan. Goedemorgen. De vorige beelden die jullie hebben gezien waren van eergisteren. Gisteren heb ik ook weer een heleboel ingepakt, maar vlogger noob vergeten te vloggen. Wat heb ik gedaan? Ik heb vooral eigenlijk de kleren van de kinderen ingepakt. Dus die zijn ook klaar. En er begint zich hier ondertussen een hele berg aan spullen te verzamelen. Wat allemaal mee moet. Ja, nu ben ik eigenlijk... Het is dus één dag voordat we op vakantie gaan. En ik ben nu eigenlijk mijn checklist aan het doorlopen. Om te kijken van wat moet ik allemaal nog doen. En de laatste spulletjes aan het pakken. En dan zijn we er eigenlijk wat dat betreft bijna klaar voor. En vanmiddag zal ik dan voornamelijk... Dan hoop ik dat de meeste rommel hier uit de kamer weg is. En dan zal ik voornamelijk nog even bezig zijn met het schoonmaken van het huis. Voordat wij weggaan. Ons huis wordt goed voor gezorgd. We hebben gewoon een oppas in huis, aan huis, op huis, onder huis. Dus wordt gewoon helemaal goed verzorgd. Dus dat is wel een gerust gevoel. En ja, jullie zien dit toch pas als we weer terug zijn. Dus dat is wel fijn dat je een beetje vooruit kan vloggen. Dus dat. Dus vandaag bezig met de laatste dingetjes. Ik heb net met Jeroen dakkoffer op de auto gezet. Ook vergeten te filmen. Het is nu zo hectisch. Je bent met allerlei dingen bezig. En oh ja, heb ik dat. Dat heb ik niet vergeten. Dan vergeet ik dus wel om die beelden te maken. Een hoop gekras. We kregen nog een super lief kaartje van mijn schoonouders. Oh ja, en zo ziet dus mijn lijst er nu uit. Ik heb al één blad helemaal afgestreept. Dus die kan dan weg. En dan doe ik altijd dingetjes die me dan te binnen schieten. Die schrijf ik dan op. En dan weet ik van oké, dan hoef dat niet meer in mijn hoofd te zitten. Dus dat vind ik altijd super handig. Dus ik heb al één papiertje minder. En nu ben ik dus eigenlijk gewoon aan het kijken van oké, welke dingen moet ik nog... Wat ik echt denk van oké, de laatste dingen waar ik nog aan moet denken, die ik dus nu nog niet kan inpakken, maar die super belangrijk zijn. Kijk, hier bijvoorbeeld staat avondeten voor de eerste dag. Dat heb ik voor mij, heb ik om voor te bereiden. Dat is misschien wel even leuk om te vertellen. Zo'n eerste dag dat je natuurlijk gaat kamperen, is natuurlijk altijd best wel hectisch. Je moet de tent opzetten, je bent afhankelijk van het weer. Als het regent, dan is het gewoon lastig de tent opzetten. Dus je bent met heel veel dingen aan het regelen. En dan is het natuurlijk super... dan ben je vaak moe. Je hebt een reis achter de rug. En dan ook heel de huis opgezet. En dan moet je ook nog koken. Dus wat je dan vaak doet is gewoon een patatje halen op de camping. Of uit eten op de camping. Maar dat is natuurlijk voor mij super lastig. Dus ik heb eten voorbereid. Ik heb gewoon een prutje gemaakt van groenten en vlees. Eigenlijk was dat iets wat ik een paar weken geleden had ik dat over. Heb ik in de vriezer gedaan. Dus dat zit in de vriezer. Dus morgenochtend haal ik dat uit de vriezer. En dan blijft het ook gewoon koud. En dan s'avonds hoef ik dat alleen even op te warmen. Er is een magnetron op de camping. En anders dan kan ik het gewoon even opbakken in de pan. Dus dan weet ik in ieder geval zeker dat ik voor mijzelf een goede maaltijd heb. En als de rest dan een patatje op de camping haalt, is het helemaal prima.
Dus dat hebben we eigenlijk zo, heb ik dat voor mezelf voorbereid, want ik wil niet dan gelijk, dat ik door, omdat het dan hectisch is, dat ik denk, dan ga ik toch maar, eet ik toch maar patat of, weet ik veel wat ze dan daar hebben. Maar ja, qua koolhydraatarme opties is dat natuurlijk beperkt. Voor de rest nemen we niet te veel boodschappen mee. Ik heb wel gewoon wat worstjes en dat soort dingen, dat als ik honger heb, dat ik dat kan eten. Tussendoor en zondagochtend gaan we gewoon boodschappen doen. En ik ontbijt nooit, dus daar hoef ik geen rekening mee te houden. En dan kunnen we de kinderen en zo kunnen eventueel iets in het winkeltje halen. En ik heb wel wat dingetjes bij me, maar gewoon vers broodje of zo kunnen ze dan in het winkeltje halen. Dus ik denk dat ik helemaal goed voorbereid ben. En ik heb in ieder geval mijn koffie ingepakt, want daar kan ik natuurlijk niet zonder. En ik heb zelfs een Nespresso koffiemachine. Ja, ja. Een Nespresso koffiemachine. Een heel kleintje, maar het is wel een Nespresso machientje voor in de caravan. Dus daar ben ik super blij mee dat ik gewoon mijn eigen lekkere koffie kan drinken als ik op vakantie ben. Dus ja, we gaan vandaag weer verder met inpakken. En ik heb er super veel zin in. Nou, niet het inpakken, maar de vakantie natuurlijk. Nou, dit is slechts nog maar een deel van alle spullen die we meenemen. Het stond hier achter de bank nog wat opgestapeld met kratten en dingen. Dit is een tasje met speelgoed voor Iselotte onderweg. Dat is eten, handdoek, kleding. Nou, van alles wat. Coolbox die natuurlijk mee moet. Dus het begint als schot in te komen. En dan hebben we hier ook nog allemaal spullen. Dat moet ook zijn, vooral namelijk jassen en mijn tas en de peddels voor de boot. Onze caravan. Hier staan de tenten. En daar liggen al een heleboel spullen. Stoelen, fiets van Iselotte, fiets van Jeroen. Oh, ik heb zo zin om met dit ding weer op weg te gaan. De kei met de pijn. Mama, Danielle rijdt met de caravan. Vakantie!